Zo, je hebt het goed voor elkaar, hè, Mop? Is het lekker? Als je pauze houdt, nou... Door met die fles, ja. Kiara en Jordi worden bijna 4 maanden te vroeg ouders van Louwen. Een klein meisje met een geboortegewicht van 750 gram. Helaas krijgt Louwen in de eerste dagen te maken met een ernstige darminfectie. Waardoor een stukje darm moet worden verwijderd en ze een tijdelijke stoma krijgt. Na wekenlang groeien en aansterken mag de stoma worden verwijderd. En 4 maanden geleden kwamen ze thuis. Ik ben heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Kijk eens. Ja! Maar serieus, dit is toch een fijn plaatje? Hallo? Groot geworden, hè? Ja, man. Zo, wat goed zeg. Ik kom even bij jou kijken. Hoe is het met jou? Goed, man. Ja? Ja, goed je weer te zien. Hetzelfde. Oh, kom verder. Kijk eens, dank je. Dank je, dank je. Hey, hallo. Wat goed jullie weer te zien. Zeker. Hoe is het zeker. Met jou? Ja, goed. Gaat goed. Ja? Ja, zeker. Als het daar goed gaat, dan voel je jezelf ook goed en beter. Hi, Cookie Cookie. Hi, Cookie Cookie. Ja. En klopt de ontwikkeling een beetje ook bij haar? Ja, het ontwikkelt zich echt volgens de gecorrigeerde leeftijd. Oké. Dus voor nu is het dan 4 maanden. Ja, want ze is al 8 maanden bij jullie. Officieel, ja, ja, ja. En de gecorrigeerde leeftijd is eigenlijk de oorspronkelijk uitgerekende datum. Ja. En zijn er dingen waar ze misschien nog wel last van heeft? Nee, ze is heel lief, heel rustig. Oh. Perfecte baby eigenlijk. Wat fijn ze voor jullie ook. Uit, ja. Ze slaapt uit. Ja, ze slaapt uit, slaapt door. Ja. Als ik haar in de ochtend niet wakker maak, slaapt ze zeker tot 9 uur door, denk ik. Misschien nou later. Ja. Echt, in de nacht slaapt ze door. Ja. Wat doe ik thuis verkeerd? Iedereen is helemaal verbaasd. Ja, ze slaapt echt heerlijk door. Maar hoe is het met jullie? Ja, gaat goed. Want het is toch een hele pittige periode geweest? Ja, het is heel zwaar, omdat je het voor de tweede keer hebt meegemaakt. Ja, ja, want jij alleen was ook al te vroeg geboren. Ja. Voor Kiara en Jordi is het een extra spannende tijd. Want bijna 4 jaar geleden brachten zij ook al maanden door op de afdeling neonatologie met hun dochtertje D'Angeli, die 3,5 maand te vroeg werd geboren. Ja, dat ze te vroeg geboren is, dat was nog dat ik dacht van, oké, nou weer hetzelfde, niet leuk, maar oké, we gaan er gewoon gaan nogal voor. Maar het feit dat ze toen ziek werd, dat was echt het ergste. Ziek worden, meerdere malen te horen krijgen van, oké, haalt ze het wel of haalt het niet. Tenminste vanuit hun dan een beetje zeggen van, oké, het gaat niet goed, misschien overleeft het niet. En dan vanuit ons afscheid nemen, dat is natuurlijk best wel pittig geweest. Oh, ja. Ja. En het bang zijn van, oké, overleeft het nou wel of niet? Ja, ja, ja. Dat was gewoon heel erg angstig. En totdat dat bij haar niet hadden, bij haar was het gewoon te vroeg geboren en groeien, bam, klaar. Ja, bij haar ja. Kwam er zoveel meer bij kijken, dat was gewoon niet leuk. Heftig hoor. Ja. Na een operatieduur van in totaal 5 uur komt Louwen terug op de IC neonatologie. Kiara en Jordi mogen direct naar haar toe. En dit gele slangetje is dan ik bedoel. Ah, valt er wat van je schouders af of niet? Ja. Nog, ja, dit is zo moeilijk, want je hebt het gevoel, ik heb het gewoon niet in mijn eigen handen. Weet je, wat je ervoor kan betekenen en doen is door het te zijn. Door het te ondersteunen. En ja, je mag echt trots zijn op jullie meisje. Ze heeft het echt fantastisch gedaan. Kijk eens, ik heb een klein cadeautje meegenomen. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Moet je even kijken. Dit is een beertje in exact het gewicht en de lengte van Louwen toen ze geboren werd. Dus het is 750 gram en 24 weken. Niks vergeleken met nu. Raar om te voelen. Gek idee, hè? Ja, dat haar gewicht was. En hoe zwaar is ze nu? Bijna 6 kilo. Bijna 6 kilo? Bijna 6 kilo, ja. Wow. Groot verschil, hè? Zo, nou maar echt, toch? En nog vinden mensen, oh, ze is best wel klein. Voor jullie is het misschien klein, maar voor ons is dat groot verschil. En hoe was de eerste week thuis? Nou, de eerste dagen waren leuk. Nou, ook spannend. Tot ze opeens ging spugen. En zij spugen nooit.
Nee, dus jij dus dacht... Dus ik dacht, oké, dit is raar. En toen uiteindelijk na een paar keer bellen mochten we daar naartoe. En wij dachten echt, eerlijk, ik dacht echt van, ik ga daar naartoe. En ze geeft misschien iets en we mochten naar huis. Nou, en toen kwamen we daar. En toen ging ik op een lang verhaal kort, toen kwamen we erop achter dat het uiteindelijk darminhoud was dat op omhoog kwam. Dus uiteindelijk gewoon ontlasting. Oh. Dat is gewoon natuurlijk levensgevaarlijk. Toen moesten met spoed meteen geopereerd worden. Jo. En je bent gewoon lekker thuis. Na ja, wat 4 maanden ben je thuis, eindelijk. Ja. En puntje bij paaltje moet je gewoon weer terug. En dat is het ergste, want je wilt gewoon niet terug. Nee. En, dan, en hoe? Het is niet even voor even een check op. Nee, het is gewoon een hele operatie wat ze weer moet ondergaan. Ja. Jongen, jongen, dan heb je eigenlijk al zoveel op je bordje gehad. En toen kregen jullie dit ook nog. Ja, dat was echt heftig. Ja. Ja. Het feit dat je kind weer onder het mes moet, dat is gewoon heel zwaar. Wat een onzekere fases hebben jullie gehad. Ja, heel onzeker. Ja. Ja. En wat kun je dan eigenlijk een hoop aan? Ja, eigenlijk wel. Vind ik zo bijzonder om te zien. Ja. Tjoen, dat zie je nu pas. Dan denk je nu pas denk je van zo, we hebben echt veel meegemaakt. Ja. Maar dat moment, ja, is gewoon elke dag overleven. Maar met elkaar overleven. Ja, er zijn ook, durf ik geheim te zeggen, er zijn ook heel veel relaties die stuk gaan. Laat me zeggen, in die situatie waar wij in hebben terecht hebben gezeten. Zijn jullie nog aan het bijkomen van dit allemaal? Of? Nee, op zich zijn het... we, nee, op zich zijn we nu wel ja, geland. Jawel, een beetje wel. Ja. We zijn weer rustig aan, weer bezig met ja, normale leventje, met werk. Dus, jullie pakken langzaam aan de draad weer op. Langzaam pakken we de draad weer volledig op. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Nou, wat fijn. Ik ben blij jullie zo te zien. Ja, zeker. Nou, ik hoop dat, dat het zo doorgaat. Dat het zo zorgeloos blijft voor jullie. Ik hoop het ook, ja. Ik hoop het ook echt. Tel me op. Ja. Wil je de aflevering van Louwen terugzien of ben je benieuwd naar de andere verhalen uit Hanna en de Couveuse? De hele serie is te streamen op nposstart.nl.